demo trekt vanavond voor de liefde alle registers open. Voor mij is muziek zeg maar een soort van therapie geworden. Ik heb toen mijn eerste instrument gekocht, dat was een saxofoon. Daarna ben ik bongos gaan kopen, ben ik een keyboard gaan kopen. Een cajon, een Spaanse instrument. En vandaar ben ik meer dingen gaan doen. Ja. Hallo. Hoi. Hallo Adebo. Hallo, Bira. Hi. Nice smile. Thank you. Ja, veel Thank laten you. Zien ja? vandaag. Ja, oh. heel vaak. Ga ik doen. Toen ik jonger was, had ik een droom. Dat was, ik zag mezelf in New York. Mooi uitzicht en een grote zwarte piano in de woonkamer. En ik zag mezelf, mijn kinderen en mijn vrouw zingen en dansen. En ja, die droom wil ik najagen. Lekker zitten, Adebo. Dankjewel. Hi, man. Hi. Adebo. Yes. Mooi naam. Dankjewel. Het is een afkorting. Ja, voor? Adebolaji. Adebo, het wordt alleen maar mooier. Alsjeblieft. Ja, ik ben van de liqueur. Heb je Baileys? Ja, ik heb Baileys. Ja, Baileys met ijs? Met ijs, alsjeblieft. Ja, tuurlijk. Waar komt je naam vandaan? Wat... Ik ben Nigeriaans. Ja. Dus vandaar Adebolaji. Waar kom je vandaan? Eindhoven. Het eindje? Ja, de beste. Ik ben in Nigeria geboren. Ado Ekiti. Een klein dorpje. En ik ben op mijn... toen ik drie jaar oud was, mijn ouders in Spanje verhuisd. Palma, Mallorca heb ik gewoond. Tot mijn 15e. En ik woon sinds mijn 15e in Nederland. Wat voor karakter past er bij jou? Ik denk iemand die heel spontaan is en ook een beetje gek. Ik ben een beetje gek. Als het ook een beetje gek is, dan staan er twee gekjes bij elkaar en dat is leuk. Dat is goed. Dat is goed, oké. Okay. Ze krijgen een vurige date. Met veel gelach. Ik hoop veel gelach. Ook serieuze dingen, maar ook tegelijkertijd zeg maar... het is gewoon float, weet ja. je? Nou. Ja. Met de pittige Rosa float het vast en zeker. Het is een potje zelfgemaakte sambal. Het is van citroenachtig. Het is heel mild. En ik heb dat gemaakt en dat vind ik leuk. En ik ben zelf ook een beetje pittig. Ready? I'm ready. Let's go. Ik heb wel eens gehoord dat ik intimiderend kan overkomen. Wat totaal niet mijn intentie is. Want ik ben eigenlijk gewoon best wel een SpongeBob. Misschien zou ik wat minder zelfverzekerd kunnen zijn. Maar ik ken gewoon mijn eigen waarden en ik zie daar niet echt een probleem in. Dus blijf gewoon lekker zo. Hallo Rosa. Hoi. Ja, die deur is een beetje zwaar, hè? Ja, maar maakt niet uit. Wat ben jij prachtig, kind. Dank je. Ja! Oh, leuk. Kijk, je date zit al aan de bar. Hij wacht op je. Kijk hoe hij lacht. Hij is blij. Wat ik hoop in een persoon te zien, mooie ogen, mooie lach. En verzorgd vind ik wel belangrijk. En verder gewoon iemand met wie je een goed gesprek kan hebben. Hi. Rosa. Adebo. Aangenaam. Aangenaam. Nou, Rosa, ik ben echt net. Ik heb een drankje. Ja? Ik was niet zenuwachtig, maar ik zag je binnenkomen. Je hebt een mooie glimlach. Dank je. Ja. En nu ben je wel zenuwachtig? Een klein beetje. Ik ben wel aardig hoor. Ja. Op zich. Ja, ze mogen zijn, ze mogen wezen. Maar weet je wat het is? Ik heb vrouwen uiterlijk. Dat is niet voor mij het belangrijkste, maar het gaat meer om de uitstraling. Echt, of voor vibe krijg ik als ik naar iemand kijk. En ik zag binnenkomen, een glimlach, dacht van oké, dit is wel echt iemand die van gezelligheid houdt. Ik ben wel Surinaams en Spaans, dus het is ook... Ah. Oh, sorry, je moest raden wat ik ben. Jij mag raden wat ik ben. Oh, Jezus. Zeg je naam nog een keer volledig, omdat het zo mooi is. Adebolaji, je midden in Mikola Leje. Oh ja. Ja. Kan je het ietsjes langzamer zeggen? Adebolaji. Ayumide. Dat was één. Dat is één. Ayumide, tweede naam. Kimiki. Olaleye. Oké, ik ben Nigeriaans. Ik verklap het gewoon. Nice. Ja. Ik vond het wel een knappe, verzorgde jongen. En dat vind ik wel aantrekkelijk. Ik vind het wel leuk dat je wel een neusbezing hebt. Ja, we matchen. Alleen ik heb de... Oh nee, we hebben dezelfde kant. Ik heb eigenlijk normaal gesproken ook een grill in. Oké. Okay. Alleen... Oké, vet. Die mocht ik van mijn oma niet indoen. Zij... Nou ja, bewaar dat lekker voor je vrije tijd. Zullen we proosten? Oh ja. Proost. Proost. Dank. Merci. Hoofd en nagerecht voor jullie allebei. En heel veel plezier samen. Dankjewel. Dankjewel. Ik ben benieuwd naar wie je bent eigenlijk. Naar wie ik ben? Ja, dan zitten we hier. Dus, ben je gelovig?
Nee. Nee? Okay. Ik ben niet geloof opgevoed in ieder geval. Oké. Okay. En jij? Ik ben wel geloof opgevoed. Christelijk. Ik zelf bewonder heel veel dingen van andere mensen hun geloof. Omdat ik dat zelf... Ik geloof het gewoon zelf niet per se. Mm-hmm. Maar ik vind het wel heel veel mooi hoe mensen daar een kracht uit kunnen halen en zo. Dat is zo inspirerend. Klopt. En ik vind het dan wel heel lastig als ik dan respect kan opbrengen voor iemand die gelooft. Mm. Maar degene die gelooft niet respect kan opbrengen voordat ik niet geloof. Mm. Weet je, dat vind ik altijd wel een heel lastig dingetje. Mm. Ja. Ik begrijp het volledig. Toch? Ik begrijp het volledig. Het is voor mij niet belangrijk of iemand gelooft. Maar wat wel belangrijk is dat iemand wel weet waarom die wel of niet gelooft. Dat is voor mij veel belangrijker. Ik wil alleen maar dillen zien. Ah. En ik vind je al een pastijtje leuk. Alsjeblieft. Dank u. Dank je wel. Ja, hoe heet we dit? Ik zou hem snijden zo in de helft. Ja, je moet even coachen. Hoe moet ik het eten? Ik denk dat ze gewoon dat vlees al hierin hebben gedaan. Dus ik weet niet... Dit is gewoon decoratie dan. Je moet hem wel eerst doodsteken, hè? Doodsteken? Ja, je moet hem even door zijn nekkie. Hij neemt je in de maling. Ja, dat weet ik. Weet je wat? Ik neem gewoon een pastijtje. Ik zou dat ook inderdaad doen. Nou, smakelijk. Dank u zeer, meneer. Ben je altijd zo netjes? Dank u zeer, meneer. Ik zou mezelf eerder beschrijven als een beetje brutaal. Wat is volgens jou belangrijker? Respect of liefde? Ik zou respect niet eens zeggen als iets wat belangrijk is. Want als ik met jou omga, dan verwacht ik dat normaal. Dat is... Zeg maar... Je gaat ervan uit dat iemand jou sowieso moet respecteren. Ja, als je mij niet met respect behandelt, dan ben ik al weg. Ik vond dat die respect wel overkwam. En nou is respect voor mij iets wat eigenlijk vanzelfsprekend moet zijn. En ik denk dat dit wel een goed voorbeeld is van hoe het eruit zou zien. Liefde? Ja, maar wat is liefde, weet je? Dat is wel een heel serieus onderwerp. Wat is liefde? Mijn definitie van liefde is een werkwoord. Want liefde betekent aan elkaar blijven werken. Wat is jouw definitie van liefde? Het elkaar het beste gunnen en het beste in elkaar naar boven halen, denk ik. Mm-hmm. Ik weet niet. Ik heb heel erg onvoorwaardelijke liefde. Maar ik heb ook echt een heel groot liefdevol hart. Dus ik weet niet. Liefde is voor mij gewoon... Ik weet niet. Wat dat was. Als je denkt aan liefde, zie je dan een prinsesje voor je dan... een prins heeft die haar komt rijden op een witte paard. Een partner kan zoveel toegevoegde waarde hebben in je leven. Het geeft toch wel het samen dingen ervaren en ergens naartoe werken samen. Dat is wel echt... Klopt. Kan zo mooi zijn. Klopt. Lieve mensen, voor jullie allebei. Yes. Lekker de zalm met kruidenkorst en een zachte prei. Dankjewel. Eet smakelijk. Is het lekker? Ja. Ik doe je gewoon na, hoor. Cute. Ik vind het leuk om je te leren kennen. Ja? Ja? Het is zeg maar totaal niet wat ik had verwacht. Wat had je verwacht? Ik had verwacht van, er komt iemand binnen. En dan ga ik grapjes uitspelen. Ga ik Engels praten, ik ben alsof ik geen Nederlands kan of zo, weet je. Ik wilde ook grapjes uithalen. Ik was helemaal ready daarvoor. Ik wilde, eigenlijk was het mijn plan om heel de tijd verkeerde straat al te praten. Mm-hmm. Zeg maar gewoon boem faka mos. Ik ben heel slecht met mijn slecht zijn. Je moet vaak met mij chillen. Ja? Ja. Ik ben heel lief, maar ik kan wel... Pittig zijn. Ja. Waarom doe je eigenlijk mee in dit programma? Ik dacht gewoon lekker boeien, YOLO. Elke keer had ik een date en dan dacht ik van, ja, I don't know. Net wel, net niet. Ja, en ik bedoel, niemand is perfect. Je kan altijd wel iemand vinden waarmee je kan compromisen, maar het waren ze niet, man. Dus Klopt. Ik dacht gewoon, Klopt. Misschien wellicht hier. Wie weet. Wie weet? Wie weet. Ja. Hola. Hoi. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog een keertje zien? Mevrouw? Meneer? Ik sta er zeker voor open. Binnen! Yes! Super. Dankjewel. Geen dank, hoor. Ik was er gelijk verkocht. Oh, ja. Dat is lief.
Waarom? Je uitstraling. Yes. Ten eerste. En ten tweede omdat ik vind dat jij... je zegt dat je pittig bent, maar ik denk dat je niet zo pittig bent. Ik ben nieuwsgierig van hoe pittig is pittig, weet je? Ik ben Afrikaans, ik hou van pittig. Dus hoe pittig is pittig? Oké. Okay. Keep on smiling, hè? Ja. Je hebt zulke mooie glimlachen allebei. Nou, een hele mooie avond nog. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Mag ik een kus geven op je wang? Op mijn wang? Oké. Thank you, sir. Hallo. Hallo.